Vandaag in Een Huis Vol. Inlijmen, plakken, rammen. Gaat de familie Curregam een van de kinderkamers behangen. En dat is best een ingewikkeld klusje. Ik ben even heel hard aan het nadenken. Ja, volgens mij is het helemaal verkeerd. Het klopt helemaal niet. Mama! Jesse! Oeh, jongens. In Werkendam moeten de jongens zelderus voetballen. Moeder Jantina is een fanatieke supporter. Kom Jesse! Oh, jongens. Ik mag van Jesse niet enthousiast doen. Ik moet mezelf echt een beetje inhouden. Je had je vijandam met in die roze. Chinoortje van. Hier zitten of achter hem zitten. De Buddenbrugjes gaan met twee auto's, een aanhanger en de hele familie een lang weekend naar een pretpark in Brabant. Alleen zijn ze wel compleet. Ja, papa. Ik moet van mama vragen of je wel alle kinderen hebt. Of ik alle kinderen heb? En er is stress in Tollebeek, want Janneke Jelies heeft tijdens een voetbalwedstrijd haar enkel gebroken. In totaal ben je 5 weken onderweg met gips. Ja? Okay. En dus zorgt Johan voor het eten. Maar of dat goed komt? Vlees ook even omdraaien, Johan. Ja, deksel, zo. En nou, de roerdingest. Het is zaterdagochtend in Werkendam en Jantina Zelderus is al vroeg wakker. Dat is niet voor niets, want de jongens moeten voetballen. En belangrijker nog, Jaira is vandaag jarig. Er is wel één klein minpuntje. Het jammere vandaag is dat Joshua er niet is. Die is dinsdag naar boord gegaan. En we hadden stiekem wel de hoop dat hij een beetje in de buurt zou zijn. Maar helaas zit hij echt in de bovenrij. We kunnen zo wel even videobellen tijdens de cadeautjes en het zingen. Dus dat is wel heel leuk. Maar ja, het is natuurlijk niet compleet het feestje. Ik vind het ook wel heel jammer, want ze belden van de week met Joshua en toen vroeg ze, papa, kom je ook op mijn feestje? Ja, nee, sorry, Ira, dat gaat hem deze keer niet worden. Dus dat is heel jammer. Kom je uit je bed? Kom jullie ook uit je bed? Hop. Vandaag is het de dag. Om nooit meer te vergeten, de Heere God zegt jou, alweer een jaar gespaard. Goedemorgen. Goedemorgen, papa. En een café leren. Ja, wil jij. Gefeliciteerd, lieverd. Wauw. Hé, ben je er blij mee? Zullen we aan gaan kleden en dan lekker gaan ontbijten, jongens? Geef maar een dikke kus aan papa. Doei, papa. Kusje. Ondanks dat Joshua er niet fysiek bij kan zijn, maken ze er toch een leuk feestje van voor Jaira. Op deze feestelijke dag wordt er natuurlijk ook gewoon gevoetbald. Jesse speelt thuis en Joël en Jasper hebben een uitwedstrijd. En bij uitwedstrijden worden de ouders geacht bij toerbeurt te rijden. Maar... Gisteren kwam binnen wie welke wedstrijd had en wanneer. En dan reageer ik eigenlijk gelijk in de week dat Joshua weg is. Van joh, Joël kan meespelen, maar zou hij mee mogen rijden? Uitspelen ga ik eigenlijk alleen maar mee als er echt nood is met rijden. Als er echt geen auto's genoeg zijn, dan wil ik op pas regelen om mee te gaan. Maar ik ga natuurlijk niet alle kinderen in mijn auto krijgen. Ik ben er klaar voor. Tas, je hebt je spullen gepakt? Klaar. Okay. Ja. Pak je fiets maar. Wel. Zie je strakjes. Geen gekke dingen. Lief zijn. Je ziet neus op het tas staan. Ik kom straks jouw kant op. Ja? Nou, veel plezier. Doei. Doei. In Huize Curregam staat vandaag een belangrijke verhuizing op het programma. Dochter Lobus is inmiddels 15 en is toe aan wat meer eigen ruimte. Cynthia heeft bedacht dat Lobus van kamer ruilt met Seven en Oos. Dus dat betekent werk aan de winkel. Oké, jongens, we gaan eventjes beginnen met jullie kamer. Jullie nog niet. Jullie hoeven nog niet te helpen. Ik ga even met Lo en met Seven even de spullen in haar kamer uitzoeken. Oké, dit is de kamer van Lois. Dat is nu een beetje chaotisch omdat ze alles uit de kast heeft gehaald. Maar ze gaan dus alles nu inpakken omdat het naar de andere kamer moet. Dat kan ik wel even laten zien. Dat wordt dus deze kamer. Dit is de kamer van Twiggy.
Deze kast gaat zo weg, zodat ze wat meer ruimte heeft. Hieronder heeft ze ook nog speelruimte. En dan wordt dit, daar komt een slotje op, wordt dan de kamer van Lois. Het bed gaat weg en dan komt er een slaapbank. Dit gaan we schilderen. Want de jongens die hebben hier nogal vaak dingetjes opgehangen zelf. Dus het moet even opnieuw geverfd worden. Het bedje van Oost gaat die kant op. Het is een hele operatie, maar ik had wel bedacht. Dan gaat ze hier de slaapbank doen en dan heeft ze lekker aan het balkon. En als ze dan vriendinnetjes heeft, kan ze ook lekker op het balkon zitten. Dus het is wel echt meer een grote meidenkamer. Ze willen vanmiddag de kamertjes behangen. Maar om te beginnen moeten eerst alle spullen van Lois uit haar kamertje worden gehaald. Ja, als je met zoveel mensen woont, zo'n kleine ruimte, moet je af en toe gewoon even schuiven en doen. Ja. Dus ja. Ja, ik vind het een heel goed idee dat we van kamer gaan veranderen. Want dit was een beetje een kamer waar iedereen doorheen liep. En kijk, ik vond het op zich niet zo erg, maar gewoon meer van heb ik een beetje mijn eigen ruimte, mijn eigen space. Operatie kleding. Ja, wacht. Oh nee. Oh. Ja, kom maar. 1, 2. Een paar meter naar voren. De verf was op. We hebben er gewoon omheen. Nee, de verf was gewoon rustig op. Nee, want de verf was hier. Dat oh ja, daar was dat witte bordje. We hebben er gewoon omheen gewerkt. Hoe vind jij dat je een andere kamer krijgt? Leuk. Ja? Ook de kleintjes helpen goed mee. En dat is wel nodig ook. Want Ivan heeft deep down een broertje dood aan klussen. Dit is mijn gereedschaps. Tas. Kijk, als ik er niet van hou, kan het me ook geen reet schelen. Dus alles gaat bij elkaar. Ik moet een boordje hebben. Dat is toch geweldig? Ja! Een handboor ook, doe maar. Ik kan niet echt goed klussen, maar ik heb wel een hele goede assistent. Met hele goede spullen. En dat is het halve werk. Hey Seven, je kan wel een vinger missen, toch? Nee! Ga dat door de kast heen. Toppie! In Tollebeek maken de kinderen zich klaar om naar school te gaan. Maar er is grote stress in huizen Jerry's, want Janneke heeft haar enkel gebroken. Ze zit in het gips en dat is best onhandig als je 9 kinderen hebt. Ja, enkel gebroken. Ik heb gevoetbald. Nooit doen, krabbeltje af. Nee, ik stapte mis en ik ging door mijn enkel heen en het bleek dat het gebroken was. Dus ik word even ontarmd nu met de kinderen. Hè? Ja, we moeten allemaal even helpen, hè? Ja. Jij mag met ons mee naar het ziekenhuis, Feline. Vind je dat leuk? Nee, met tante Willy? Mag tante Willy ook mee? Ik mag vandaag naar het ziekenhuis toe, naar de gipskamer. Ik hoop dat ik loopgips mag, zodat ik wat iets meer, dat kun je nog niet veel, maar dan kun je wel wat meer uit de voeten. Maar eerst moeten alle kinderen de deur uit. Ik wil nog 10 kusjes. 10 kusjes. Dankjewel, hè, meid. Ga je goed je best doen? Ga je goed luisteren, jongen? Ja. Oké. Met plezier, snap. Omdat de school van de kinderen om de hoek is, durft Janneke het aan om de kinderen zelfstandig te laten gaan. Harry neemt direct zijn verantwoordelijkheid. Zal ik even een theedoek over jullie tanden gaan? En mijn handvatten. Dank je. Ondertussen is tante Willy gearriveerd. Omdat Johan aan het werk is, gaat zij met Janneke mee naar het ziekenhuis. Doe even deze lekkere makkelijke kruk. Ga goed. Dank je wel, Tom. Die is gewoon een marathon, hè? Wil je afvallen, ga op krukken lopen. Ja, dit doe ik. Helemaal. Janneke heeft op deze afspraak aangedrongen omdat ze heel graag iets mobieler zou willen zijn. Ze hoopt dan ook zometeen met loopgips het pand te verlaten. Hoe gaat het? Nou,
ik ben gewoon ontarmd. Dus ik zeg, ik bel op, ik vraag of ik ietsjes beter gips mag. Want ik even, al kan ik maar, op leunen doe je niet. Want die pijnhoud laat het ook niet toe. Nee, maar wanneer is het gebeurd? Vrijdag, vorige week vrijdag. Oh, maar dat zit al bijna op een week, hè? Ja, daarom. Gaan we gewoon proberen. Twee weken. Je mag zoveel lopen als je kunt. Zonder krukken, met krukken, maakt mij niet uit. Je maakt mij helemaal de gelukkigste mens op aarde. Yes, nou, daar ben ik klaar. Luister wel naar je lichaam. Dus wat je kunt, zonder pijn en zonder dat je voet helemaal dik wordt, ga je gaan. In totaal ben je 5 weken onderweg met gips. Okay. Ja? Okay. Dankjewel. Veel plezier nog. Oké, hoi hoi. De Buddenbrugjes zijn al 4 jaar niet echt op vakantie geweest. Maar Rob en Tyla hebben wel beloofd om met de hele familie alsnog iets leuks te gaan doen. En nu is het zover. Er is een lang weekend gepland. En leuk, de kinderen weten nog van niks. Hoi, ik trek in de handen. Oh, jongens. Ja, wat? Kom even allemaal hierin. Weet je waar we gaan doen? We vertrekken dadelijk. Ja. Want jullie hebben natuurlijk alle kleren gezien. Ja. Toet. Doe je even luisteren? Ja. Jullie hebben alle kleren op het bed gezien, ja, toch? Ja. Ja. Wij gaan tot maandag naar attractiepark. Ja! Kijk daar. En de honden mogen mee. 3 grote honden, hondenvoer voor 3 grote honden en hun benches. Dat betekent dus heel veel extra bagage. Het plan is daarom om met 2 auto's af te reizen. Maar passen alle spullen daar dan wel in? Gideon? Ja? Jij bent sterk, toch? Ja. Ja, die koffer is te... Hier. Rob en ik hebben 1 gedeeld. Xavier en Miguel hebben 1 gedeeld. De 3 meiden. En de jongens? Volgens mij heb ik 5 koffers. Volgens mij. Voor de zekerheid hebben ze ook nog maar een aanhangwagentje geregeld. Alleen, waar zijn de sleutels? In mijn auto, toch? Heb je in mijn bus gekeken? Nee, ik moet die andere badge nou ook demonteren. Duurt me te lang. Saf? Wow! Meen je niet? Dat je echt te slapen? Dit is schwijn hier, 8. Je ligt te slapen. Nog even geen sleutel. Maar voorlopig is Rob ook nog niet klaar met inpakken. Nee. Doei. Nee. Ja, jongens, ik. Siobhan ook, hey. Kijk wat ze doet. Jay is al die stenen over de hele grond gooien. Al die stenen liggen door de hele woonkamer. Kijk, daar is Xavier. Hij is wakker en de redder in nood als het om de sleutel van de aanhanger gaat. De Zelderusjes hebben genoten van Jaira's verjaardagsontbijt. Jantina ruimt voor vertrek nog even de rommel op. Hey, leuk jongens, haalslag voor het ontbijt. Goedemorgen. Maar elk nadeel heeft ook een voordeel. Dat is heel gek, maar stofzuigen en vegen, dat werkt voor mij rustgevend. Ik word daar heel rustig van, want je ziet het opknappen. Houden jullie mijn bank wel, Jasper? Ja. Oké. Zeg altijd, laat mij maar even vegen of stofzuigen. Dan heb ik gewoon alles weer even op orde. Het is nog maar 7:50. We zijn vroeg, hoor. We lopen helemaal op schema, joh. Jurian, ga jij zo mee naar de voetbal? Mag ik mee? Ja. Kom, we gaan. Let's go. We gaan Jesse bekijken. Jantina vindt het heel leuk om langs de lijn te staan en verzamelt haar hele kinderschaar. Dat is altijd een uitdaging. Jurian gaat achterop. Jurian, fiets inleveren bij mij. Je gaat naar de voetbal niet alleen. Fiets parkeren. Ik wil op tijd zijn met Jesse's wedstrijd. Actie. En ze lagen zo mooi op schema, maar ja, de tijd begint nu toch te dringen. En dan is het alsnog haasten. Ga je mee? Kom. Ja, dat weet ik, maar dat redden we niet. Niet alle Zelderusjes kunnen mee naar de voetbal. De jarige Jaira was de afgelopen dagen ziek en moet nog even rustig aandoen. Grote zus Julia blijft bij haar. Het weekend help ik mama vaak met oppassen.
en door de week s'avonds met in bed leggen. Want, ik kan wel zien hoe. Ik hoef later echt geen geld te zien, hoor. Maar niet. Oeh, oh, mis. Gaan we kijken of we Jesse kunnen vinden. Ik heb me niet zo verdiept welk veld hij speelt. Hi. Hi. Dat zijn kleintjes, ja. Dit zijn ze ook niet, hoor. Oh, hier zijn ze. Is Jurian ook mee? Dat is wel handig op zich. Oh, hij valt. Oh jee. Wat heb je gedaan? Kom maar. Als je nou gewoon geluisterd had, was je nog schoon geweest. Chris, mogen we bij jou even handen wassen? De jongen valt net lang uit in de modder. Oh, zie hoe heet. Oh. Kom maar, dat is beter zo. Kom, ik wil naar Jesse. Er is allemaal tijd te verdoen dit, hè? Allemaal tijd van de wedstrijd. Kijk, dit is Jesse's team. Het begin van de wedstrijd hebben ze helaas gemist. En daarmee ook het eerste doelpunt voor het team van... Jesse! Oeh, jongens. Oh, jongens, jongens, jongens. Ik mag van Jesse niet enthousiast doen. Ik moet mezelf echt een beetje inhouden. Ik vind het gewoon leuk. Ik hou ook echt van voetbal. Ik wilde vroeger zelf altijd voetballen, maar dat mocht ik niet van mijn ouders. Er was ook eigenlijk toen geen meidenteam of zo. Dus ik snapte het ook wel, want dan kom je tussen al die jongens terecht natuurlijk. Ik zou het leuk vinden als bijvoorbeeld Julia of Jesse of jij eerder zou gaan voetballen. Echt, serieus. Heel leuk. Kom, Jesse! Maar het is niet zo dat de kinderen uit alle sporten kunnen kiezen. Als je 8 kinderen hebt, ik gun het ze echt allemaal. Maar ja, we hebben wel wat restricties aan de sporten gezet. Met betrekking tot de kosten en de logistiek. Jo wilde heel graag BMX fietsen, wat ik helemaal snap. Maar dat is in Maden. En Julia wilde toen ze jonger was graag ballet, maar dat is in Gorinchem. Ja, je moet ook wel keuzes maken daarin. Je kan als maar 1 keer uitgeven. Mis ik nou zijn doorpunt? Bij de Kudelgams moeten ze tussen het klussen door ook nog boodschappen doen voor het avondeten. Ivan heeft zin in Surinaamse rotti. Hij maakt even tijd om naar de toko op de Dappermarkt te gaan. Pakka barka bij. Ik ga lekker een rotti maken. Hoeveel zit erin? Zit er 3 in een pak. Kost 3 ook. Kom denk ik. Hai, de ma, waaraan? Kosbanti. Is het Surinaams kosbanti of die uit Thailand? Ik heb echt Surinaams. Oké. Mooi, kosbanti. Lekker. Dan pak je masala. Roti vind ik wel leuk om te maken. Lekker, lekker Surinaams, lekker back to my roots. En de kinderen vinden het lekker. En vooral die dag daarna, dan is die curry saus goed ingetrokken. Dan is er nog een blad over, 's ochtends. Hey, lekker, lekker, sweetie. Abom, doei. Dankjewel, hè. Tot de volgende, hè. Dat is mee. Oh, ik heb nu al trek. Moet je ruiken, Roti. Ah. Oh, zo'n klein stukje. Nee. Een klein stukje. Nee. Cynthia is ondertussen met Lois en Seven naar de bouwmarkt om verf en spulletjes te kopen om hun nieuwe slaapkamers op te leuken. Deze is mooi. Oh, deze is misschien leuk. Deze is ook mooi. Ja, deze vind ik wel. Deze is wel echt zo leuk. Deze vind ik mooi, deze vind ik mooi, maar deze vind ik ook mooi. Ik vind het leuk hoor, dat paars. Als neem ik hem dan. Ik vind het paars wel, ik vind het echt niet mooi. Zal ik paars aan? Ja, dit is het. Nee, ik wil deze. Oh. Dat is mijn uitzicht. Ik ga het niet in mijn kamer. De Barra's. Hete pepers, Madame Jeannette. Eigenlijk moet je in de roti, als je dat dan kookt, en dan het suddert met een Madame Jeannette. Maar als die open gaat, is het te heet. Dus. Dus dat risico neem ik niet, want dan is het echt, kunnen jullie het echt niet eten. Dit is, antrua. Ja, deze heeft niet echt een geur. Maar deze antrua is super lekker, wel bitter. Het is oker. Okra. Of okra is volgens mij in het Ghanese. Dat kan je koken en daar kan je soep van maken. En dat is dan een beetje slijmerig. Maar als je dreads hebt, kun je ook in je haar doen. Oker. Wat kruiken? Dan wordt het. Dan. Dit is, hoe heet dit ook weer, Pix? Sopropo? Nee, sopropo. Een soort komkommer is het. Kun je opensnijden, er zit iets wits in. Au, shit. Ja, ik vind het heel belangrijk dat de kinderen hun keukenzet van de culturen meekrijgen. Niet alleen onze eigen cultuur en niet alleen Surinaams. Maar ook andere soorten keuken, Marokkaans, Italiaans. Dat is goed. Goed voor hun smaakpapillen, maar ook gewoon een verrijking, toch?
Koken, lekker koken uit verschillende werelddelen, dat is een rijkdom. Dat is een rijkdom. Ik ben er gek op. Ik vind het echt heel lekker. In Tollebeek is Janneke met loopgips weer thuis. En zijn de kinderen uit school. Had Jan een cijfer voor je presentatie? Nee, ja, ik had een 8,9. Nou, dat is toch hartstikke goed. Dat is bijna 9. Dat is toch supergoed? Ja. De kinderen zitten nu ruim een maand op hun nieuwe school. En die is in tegenstelling tot de oude school in Emmeloord letterlijk om de hoek. Dat kan. Ik ben zeker blij met de keuze die we gemaakt hebben. Harry, mag ik zo mee? Zeker nu dit gevalletje. Want als ik nu naar Emmeloord moest, had dat niet gekund. Dan had je echt afhankelijk geweest van de buurvrouw. Nou, dat had heel veel geregeld geweest. Janneke vindt het belangrijk dat haar huis altijd spik en span is. Maar ondanks het loopgips kan ze nog lang niet alles. Dus heeft ze de hulp van haar kinderen keihard nodig. Hé, hey, dames, als wij klaar zijn met koekje eten, willen jullie dan even naar boven toe? Ja, hoor. Wil jij even de douche doen, Jenny, en dat Jantine even alles opruimt boven? Ja? Ja, komt. Goed zo. Ga je me nog helpen of niet? Ga je deze doen? Kijk eens. Lekker helpen. Je moet van iedereen gebruik maken. He, allemaal aan het werk. Eveline helpt mij heel goed overdag. Even dat extra loopje. Even naar de prullenbak of wat pakken. He? Toch, Eveline? Gaat mij goed helpen, hè? Ze hebben gewoon hun taak. Allemaal. En vooral boven. De een doet de douche, de ander neemt de was mee naar beneden. Alle kamertjes rond. Ja, ze doen allemaal wat. Nou, nu mijn moeder niet echt veel kan. Vind ik het niet erg om meer te helpen, toch? Nee. Het uit handen geven is heel lastig. Die wil even goed de controle houden en alles zelf willen doen. Maar al wil ik het nog zo graag, ik word direct wel afgestraft dat ik te veel gedaan heb. Dan geeft die been wel aan van, hey, oh, stap terug. Gelukkig zijn de kinderen altijd bereid om haar te helpen. In die zin heeft ze het maar getroffen met haar grote gezin. Goed zo. Netjes. Vragen wel eens aan de kinderen van, zouden jullie het ook wel leuk vinden, een groot gezin? En dan zeiden ze, nee, echt niet. En dan zeg ik, nou, hoeveel zou je dan willen? Nou, 5 of 6, dat vinden ze dan klein. Dan denk ik, nou, dat is ook al best wel groot. Dat is heel lastig. Ik weet het ook niet. Hè. Dat is misschien ook later dat ik denk van, wow, eerste kind, ik wil er nog 15. Maar dat weet ik niet zeker. Ik denk dat ik wel later veel kinderen heb. Zo... Ja, nee. Wel lieve kinderen. Slapen. Dat laat ik aan hun over. En hun moeder zelf. 9 kinderen, ja? Zou je 9 kinderen willen krijgen? Want je krijgt ze, hè? Het is een rijkzegen dat we zoveel kindjes mogen hebben. Maar mooi, jij en bent... En hebben we gekregen. Al 9 keer bevalt. 9 keer bevalt, ja. Schrikkelijk dit. Nu het huis aan kant is, moet Janneke er nog even uit voor een boodschap. En hoe doe je dat met een gebroken enkel? Even kijken, hoor. Heb ik even gelukje aan jou? Oeh, je gaf wat te veel gas. Dan hebben ze hupje. Kijk je wel uit? 1 been is genoeg, tappetje. Voorzichtig rijden, niet harde ho-ho. In Hukkelhoven is de aanhanger eindelijk van het slot en dus kunnen de spullen erin. Er gaan niet alleen koffers in, maar ook een enorme hoeveelheid aan proviant. En, niet te vergeten, het koffiezetapparaat. Ja. Altijd. Als we naar een hotel gaan... Dan neem je het ook mee, hè? Altijd mee. Ja, als vader van een groot gezin moet je op de kleintjes letten. En trouwens ook heel goed kunnen hoofdrekenen. Kijk, je gaat met 15 man, hè? Ja. En als je daar gemiddeld wil eten en drinken per persoon, als je alles daar zou doen, ben je makkelijk voor volwassenen, ik denk, 30 euro kwijt. Ja, dat is, eens kijken, dan hebben we volgens mij nog
tussen de 5 en de 7 kleintjes, die zullen iets minder eten en drinken, maar dan ben je misschien ook makkelijk 20 euro kwijt. Dus als je snelle rekensom erop loslaat, zal je voor de kleintjes ongeveer 140 euro voor een dag kwijt zijn. Ja, 140 en dat keer 4. En voor de grote dan, wat zei ik, 7. We zijn met 14, dus er zijn ook wel 7 keer 30. Dan zit je op 210. Dus dan zou je alleen nog voor de grote, zou je dan 4 dagen lang, zeg ik het goed, ja, 30 keer. 210, dus 630 euro. Nee, 840 euro, sorry. Dan zou je voor de grote 840 kwijt zijn. En voor de kleintjes zei ik 140 ja, keer 4. Ja, goed, het gaat over de 1000 euro heen, makkelijk. Snap je, alleen eten en drinken. Je kan wel denken, ah, dat is vakantie, maakt niet uit. Maar ja, als je bijna 1500 euro kwijt bent, ik noem maar wat. Alleen maar met eten, drinken en brandstof, ik weet niet wat allemaal. Ja. Ja, dat dat maar duidelijk is. Een groot gezin, dat kost dus heel veel geld. Kijk, dat kan nu makkelijk hierbij dan. Zo, de laatste spullen kunnen erin. En dan sluiten die boel. Ja, ja, ja. Nee, ik kom omhoog. Ga je dit slotje je komt aan. Eruit. Ja, dan laat mij het zelf proberen dan. Ik doe zelf. Dat is los. Dat is los. Drie. Volgens mij is het te vol. Nee, hij draait niet. Het is te vol. Hij komt er toch uit, dat zie je toch ook? Ja, ja. Ah, kijk. Oh, oh. Wat is dit, joh? Oh, wacht. Ja, wacht. Oh, jawel. Het zit vast. Oh. Nee, valt mee. De klep is nog steeds niet dicht dus. Maar gelukkig heb je als moeder van 11 kinderen overal een oplossing voor. Ja. Bellen. We kunnen alvast in de auto dan. Ja, Javina moet in die roze. De rook en Javan gaan in de asfalt. Chinoortje van. Hier zitten of achterin zitten. Doet hij, je moet nou in de auto. Want de honden gaan er ook in de auto. En ik heb geen zin om er achteraan te rennen dadelijk. Pak hem aan de riem en home vast. Pak hem aan de riem en home vast. Ja, in de asfalt. Ja, ja. Beetje lomp. Hou goed vast. Gideon, proberen. Nu. De deur moet dicht aan de auto nu. Ja, ze moet nu in de auto, want anders gaat het heel hartstikke fout. Ja, ga zitten, muis. Ga zitten. Ja. Alles goed. Wow! De hele familie Kudogam is weer thuis. Eerste wat ik alles, kijk eens. Dit wordt de kleur. Dit wordt de kleur van mijn kamer, jongens. Er is verf, er is behang en dus zijn ze klaar om het eerste kamertje mooi te maken. Mag ik helpen? Mag ik helpen? Mag ik helpen? Je mag helpen. Kijk, dit komt heel nauw. Inlijmen, plakken, rammen. Dit moet... Waarom mag Sam dit wel doen? Sam mag dit ook niet doen. Nee, laat maar. Ik kan erbij, dankjewel. Ik kan erbij. Mag ik? Maar welke ogen? Goed kijken, hè, met een zwangertje. Nou, gewoon rammen, want ik wil lekker koken. Een beetje naar boven. Wat is nee, niet los. Nee, Twiggie. Sint, kan jij dit alsjeblieft doen? Maar ik trok. Ja, maar ik vind het heftig. Zo. Okay, kijk, dit doet zo. Goed opletten. Dit stukje zo. Dat is de onderkant, hè? Dat is de onderkant, ja. Doek. Ja. Doek. Nee, niet aankomen. Nee, dit moet juist zo blijven. Ik heb dit plat gemaakt. Nee, dat moet er. Dat moest dus niet. Nu komt er fout in. Ach, jongens. Cynthia, je staat erbij. Ik kijk even naar... Kom maar door, die man. Let op. Dit komt heel... Kijk uit, Seven. Kijk uit. Nat. Dit komt heel nauw. Dit komt heel nauw. Het droogt helemaal in. Ik ben klaar. Ja, in die stoel aan de kant. Kom maar door. Oh, je hebt echt niet goed gedeeld. Oh, zie je. Ja, dat is niet zo netjes, hoor. Lois, je hijgt in mijn nek. Ja, jij hebt goed drukken. Wacht nou even. Nou, dit is niet strak. Oh, gaan mensen ook gewoon... Er zitten allemaal luchtbellen in. Gaan mensen ook gewoon commentaar geven, gewoon van achter. Doe het vanuit het midden in een feestje. Ja, alsjeblieft. Wat alsjeblieft? Er zitten allemaal luchtbellen in. Je moet dit zo? Nee, we moeten het samen doen. We zijn toch echt een bang team. Zal ik het even doen? Ja, het gaat. Ja, je mag dit... Luchtbel. Je mag de tweede, de derde, de vierde, de vijfde. Dat gaat zo niet. Ik ga over. Met z'n allen staan kijken helpt natuurlijk ook niet echt. En dus pakken Pixie en Lois maar even een ander klusje op. Wil je hem echt in de lengte? Ja. Dat gaat echt niet lukken. Ik wil eerst
Zullen we gewoon proberen? Ja, weet je, hoor. Hoe doe je dit nou? Ja, misschien werkt dit wel beter. Wat doen jullie? Nou, we willen jouw blauwe bedje even eruit halen. Maar heb je dit wel ingekregen met dit huis? Met dit al? Oh, was het überhaupt? Wie gaat er eerst? Ik. De wedstrijd van Jesse is nog in volle gang. Maar dat betekent niet dat Jantina ongestoord kan kijken. Zoons Joël en Jasper hebben zo dadelijk een uitwedstrijd. En ze moeten natuurlijk wel op tijd komen voor het vertrek. Jasper moet gaan verzamelen bij de auto's. Daarom gaat mijn alarm nu af. Jasper, veel plezier. Je vraagt even bij Jaden en zo of je mee mag rijden. Nee, geniet ervan, hè? Doei, doei. Voorzichtig zijn. Joël moet om 9:50 op de parkeerplaats zijn. Dus daar heb ik ook een alarm voor staan. Ja, ik heb het geprobeerd om dat allemaal te onthouden, maar je merkt gewoon dat er dingen tussendoor slippen. En dat vind ik gewoon vervelend, dus dan doe ik het maar zo. Jij gaat weg. Jij hebt je tas, je hebt je schoenen. En jij gaat naar Dalem, hè? Hey, veel plezier, Joël. Succes. Doei, doei. Oh, het begint ook nog te regen. Oh joh. Hey, maar het zijn allemaal stoere jongens, hè? Jij ook, hoor. Dat zou jij ook overleven. De jarige en ziekige Jaïra wordt thuis in de watten gelegd door Julia. Ook vader Joshua, die ver van huis op het schip zit, houdt een oogje in het zeil. Hallo, papa. Goed. Ja? Ik wil je wel een beetje thee drinken. Je buikje moet ook een beetje beter worden, hè? Ik heb al thee op tafel staan. Ik heb al een paar slokjes voor genomen. Als je nou vandaag nou even een paar beschuitjes eet vanochtend, dan kun je vanmiddag misschien wel een klein stukje taart eten. Of knakworst. Een broodje. Knakworst, ja, ja. Ja. Ik denk dat we iets anders moeten proberen om Royal Peter's te... Nou, geniet er maar van. Volgens mij zit je alweer in je serie. Even zwaaien. Klaar met voetballen. Nu lekker naar huis terug naar de jarige Job. Nou, wat een weer al buiten. Heb je het gezien? En die prikkels die stonden gewoon in de donker en de regen. En nu het grootste deel van het gezin weer thuis is, is het eindelijk tijd voor taart. Wauw, die ga ik opeten. Ook nog. Ja, lust ook alles. Ja. Eigenlijk voor elke verjaardag van de kinderen probeer ik wel zelf een taart te maken. Wordt nog een uitdaging om te snijden, want dat doet Joshua normaal. Oh, wat erg. Ik bak de taarten, maar hij snijdt ze eigenlijk altijd. De taart komt eraan. Jongens, jongens, blijf de vingers af. Julia, kom je ook zingen? Hip er de piep. Hoera. Hip er de piep, allemaal. Hoera. Hé, hey, dan mag jij hem uitblazen. Niet op mij, niet op mij. Alsjeblieft niet. Nee, dan kijk ik. Volgens mij doet papa dat altijd zo. Ja, een taartmomentje is de familie zelden dus niet vreemd. Met zo'n fanatieke bakker als Jantina. Type, ja. Ja, en dan af en toe nog eens een trouwdag tussendoor. En een vaderdag en een moederdag. En... Dus heel veel taart. En heel veel feesten. En een proefbaksel voor dit en een proefbaksel voor dat. Oh ja. Hé, hij is op. Hé, gelukkig. Heb je geen last meer van je buik nu? Een klein beetje toch. Hm? Dan hoop ik dat hij goed valt. Bij de Jeri's is Johan net thuis. Zijn werkweek zit er weer op. Het is vrijdag. Vrijdag moet je even een biertje kunnen pakken. Maar omdat Janneke ondanks het loopgips grotendeels is uitgeschakeld, moet Johan aan de bak. Hij moet koken. En dat doet hij vrijwel nooit. Johan vindt het heel leuk om te koken, maar hij kan er niks van. Maar ja, nu ben ik heel blij dat hij het wel even doet natuurlijk. Ik mag heel graag dingen klaarmaken. Maar bij mij moet het altijd eerst 3 keer mislukken en dan lukt het op een gegeven moment wel. Het eten? Nee, dat wordt niet op tijd. Wat niet op tijd? Nou, het is nu 4:45 en ik moet om 5:45 opgehaald. En dan moet Caroline ook weg.
Carolien wordt verwacht op majorettenles en Janneke gaat naar de voetbal om haar team aan te moedigen. Dus Johan moet ook nog eens een keer tempo maken. Janneke lijkt niet al te veel vertrouwen te hebben dat hij het ook binnen de tijd gaat redden. Super. Dit moet je even zo laten en dan straks omgooien en dan de dingen erdoorheen. Ja. Rijst gaat goed. Ga lekker zitten. Bij mij gaat het niet goed. Ja. Ik denk dat ik het eten wel op tijd af ga krijgen, ja. En, ja, dat gaat lukken. Janneke gaat met een vol buikje die kant op. Zeker weten. Vlees ook even omdraaien, Johan. Ja. Deksel, zo. En nou, zacht. Zo. Even de roerstaven door. De roer dinges. Nou nog 5 minuten en dan kun je eten. Dek de tafel maar, zie je? Met wat gedirigeer vanaf de zijlijn is de missie geslaagd. De kipsaté à la Johan Jelies wordt binnen de tijd geserveerd. Schep maar op. Doe maar. We hebben haast. Ja. Chop, chop. Eet smakelijk, ladies en gentlemen. Ik wil 1 ding eerlijk zeggen, ja. Niet gemeen bedoeld, maar mijn moe kan dit beter en mijn va, jij kan de barbecue beter. Ja. Maar voor de rest is het lekker. Van voor even. Carolien en Janneke kunnen met een gevulde buik vertrekken. Ik moet een zak even over mijn hoofd. Voor Janneke zal het niet makkelijk zijn om geblesseerd aan de zijlijn te staan als haar team speelt. Maar ze kan er gelukkig wel bij zijn. Doeg, veel plezier, hè? Ik ben heel blij dat ik nu heen kan en tot ik niet weer op een bank lig met mijn benen omhoog. Dat ik gewoon lekker op eigen kracht nu hun kan steunen en supporten. Ja, kom. Johan neemt Carolien mee naar de sporthal. Ze vindt het, in tegenstelling tot haar voetballende zusjes, heerlijk om te dansen bij de majorettes. Ja, hé, hey, luister, hè. Ik zei, is geen type voor het voetbal. Zij heeft altijd al de wens gehad om gewoon met zo'n stokje lopen eens wandelen. Ja. Doe maar. Nou, hier, nog een keer. Hey. Zo. Ja, dit is gewoon hartstikke leuk om te zien dat je dochter plezier hebt. Je gaat ergens naartoe om plezier te zoeken. Bij de Kudogams in Amsterdam zijn Cynthia en de kinderen niet overtuigd geraakt van de behangkwaliteiten van Ivan. Ze zijn bezig met een overname. En dat is mooi, want dan kan Ivan zich storten op de rotti. Het is toch leuk. Het duurt allemaal wel wat langer. En het is allemaal niet zo heel secuur, denk ik. Ook allemaal daardoor. Maar het is gewoon leuk als je met z'n allen aan een proces werkt. Leuker dan dat je het in je eentje hebt. Tak, tak, tak. En dan vind ik het veel leuker. Dat ze gewoon ook terugkijken en denken van, oh ja, ik heb zelf ook mee. Geen Seth, mag ik nu? Nee, ik ben aan het hele blad. Ik ben ongeduldig, lang. Oké. Nou, top. Ik ga even kijken. Dan ga ik even vanaf hier schreeuwen. Ja, nee, je moet zo. Mag ik wel even in het hoek dan? Tuurlijk lukt het. Zo, hoog, kijk uit voordat je mij erachter... Wat wilde je, schrik? Ik ben even heel hard aan het nadenken. Ja, volgens mij is het helemaal verkeerd. Het klopt helemaal niet. Mama, ik heb die fout gemaakt. Dat is ook aardig symmetrisch. Ze heeft weer die fout die jij altijd maakte met die patroon. Oh, wacht, ik vind het heel knap. Ja. Dat jij een fout maakt en dat je dan zegt, ik heb die fout gemaakt die jij altijd maakt. Dus zelfs in jouw fout geef je mij de schuld. Mag ik heel even kijken? Want waar moet die komen? Hij moet... Dit moet hem zijn, dit moet hem zijn. Dan doe ik liever een strookje aan de onderkant erbij dan dat het niet klopt. Want dan word ik echt... Ja, maar aan de onderkant komt het bed, dus zie je toch niet. Nee, daarom. We moffelen alles wat we weg kunnen moffelen, moffelen we weg. Story of our life. Niemand ziet het. Story of our life. Ik wil koken. Dit zouden jullie doen. En dan moet ik jullie redden. Aangezien Ivan toch onmisbaar blijkt als behanger... gaan Twiggy, Lobus en Pixie verder met het maken van het diner. Zo, alleen die bovenkant moet ik nog even fixen. Het behang hangt. Nu nog even het bed van Oos weer in elkaar zetten... en dan is er na 1 dag ploeteren in ieder geval 1 kamer klaar. Gaan we het even afstylen. Zo, nou, leuk. Oosie, kom eens.
Ooggedicht zo. Ooggedicht zo. Net als bij die woonprogramma's. Nou, 1, 2. Eerlijk is eerlijk, Cynthia. Het is echt mooi. Goed gedaan. Ayeto. Het behang klopt. De uil die kijkt super lief. En na gedane arbeid is het tijd voor heerlijke rotti van Ivan. Ik heb gekookt. Ik heb gekookt. Surinaams. Kan je dit erbij nemen? Doe het dik en lekker. Ik vind hem echt oprecht heel lekker. Ja. Nou, dit is een mooi eind. Nee. Dit is een fantastisch eind. Ik wil niet veel liefs zeggen. Ja. Nou, dat komt niet vaak voor, hè? Je schrikt er zelf van. Zelf van. Ik wil huilen. Ja, dat is gedaald gewoon. Op een slaap. De familie Burenbrug is eindelijk onderweg. Naar een heerlijk lang weekend in Brabant in een pretpark. De vraag is, zit iedereen wel in de auto? Ik zou Sivan en Daron in mijn auto zijn. Ja, maar zit iedereen bij papa in de auto? Ja, papa. Ja? Ja, ik moet van mama vragen, want ze is bang of je wel alle kinderen hebt. Wat lief? Ik moet van mama vragen of je wel alle kinderen hebt. Of ik alle kinderen heb? Ja, mama is een beetje bang. Dat je misschien 1 of 2 vergeet. Jullie hebben Span en Geno, toch? Ja, wij hebben Span en Geno. En Daron achterin, Toetie. Pridien. En dan hebben we Devon. G. Charienne. Maar is goed, dat is de grootste ons is gewoon. Tot zo. Na een rit van ruim 2 uur arriveren ze bij de huisjes. Het lange vakantieweekend kan beginnen. Wel eerst nog even alle bagage uit de auto's. Ik ben benieuwd. Leuke huisjes hier, of niet? Leuk, toch? Als iemand even hiervoor staat. De kinderen zijn helemaal in hun hum. Na 4 jaar eindelijk weer eens met z'n allen op vakantie. Oh, die kan aan. Jee, voor mij. Ja, dan kan ik lekker liggen. Mijn schoenen moeten uit. Ah, jong. Kijk, dat was mijn koffieapparaat. Jongen. Nee, want... Het is bijna hetzelfde als mijn hartslag, die koffieapparaat. Nee, echt. Het is mijn infuus. Gelukkig hebben ze 3 huisjes tot hun beschikking. En dan is natuurlijk de grote vraag, wie gaat er bij wie? Toetie en Gideon? Nee? Volgens mij wel, jawel. Toetie en Gideon gingen bij Jorien slapen. Dan hebben wij dan waarschijnlijk, ik denk, Geno. Met Daro en dit is 6 persoons. Dus dat zijn mama en ik dan. Met de 4 kinderen gewoon. Het kan Charlie zijn, Geno zijn. De vriendin van Jorien, Sanne, en ook oudste broer Miguel zijn inmiddels ook aangekomen. Daar is papa! Hoi! Hey. Miguel woont sinds juni gescheiden van zijn vrouw Cheyenne. En hij ziet zijn dochtertje Giovanna daardoor een stuk minder vaak. Ik heb de kleine nu iedere week op de woensdag. En 1 keer in de 2 weken hebben we er in het weekend. Omdat we dan al een tijdje uit elkaar zijn. Dus nu gaat alles via en proberen we het onderling te regelen. Hey, oh. Ben je moe? Papa heeft jouw bal nog in de auto liggen. En de cadeautjes. Cadeautjes? Hoi. Ja, dankjewel. Yes. Fijne avond. Tijd om te smullen van dozen vol pizza. En morgen gezond weer op, want dan mogen ze heerlijk pret maken in het attractiepark. En lekker pizza. Ja, is lekker. Ja. Goed zo. Ik moet er helpen. Janneke, zo rukt het in een kotterok. Morgen in een huis vol heeft Johan Jelies een leerzaam vakantieuitje geregeld. Zelf vindt hij het machtig interessant. Totdat... Het is een... Mijn telefoon is gevallen. Dit vind ik echt helemaal 3 keer niks zo. Bij de familie Zelderust wil Jantina de kledingkasten opruimen. Maar daar heeft ze wel de hulp van de kinderen bij nodig. Jasper, lukt dat met dat passen? Idea! Idea! Ik sta op de cross trainer. De familie Buddenbrug beleeft de tijd van hun leven tijdens de vakantie. Ja, man!
Maar voor sommigen is het net iets te spannend. Oh, doet die, oh. Gaat die goed? En Lois en Pixie Curregam zijn helemaal klaar met hun haar. Als ik dan los haar wil, zo, dan staat het weer niet. En daarom gaan ze naar een echte krullensalon. Kunnen ze hun haar nu eindelijk een keer losdragen. De shampoo gaat eruit gewassen en daarna gaan we het nog lekker conditionen.